Goedenavond. Goedenavond allemaal. Goedenavond, beste vriendinnen. Goedenavond, beste vrienden. We zijn terug samen om afscheid te nemen van het jaar, van 2016. En we hebben een goede gewoonte, we doen dat met een spetterend feest. Maar eerst moet u even naar mij luisteren en blik ik traditioneel even terug op het voorbije jaar. En dan beseffen we dat wij het afgelopen jaar zwaar op de proef zijn gesteld. We zijn op onze eigen bodem aangevallen. 32 levens zijn ons op een laffe wijze afgenomen. En vele tientallen andere slachtoffers zullen nog in 2017 en lang daarna van hun wonden moeten herstellen. Parijs, Brussel, Nice, Berlijn, Istanbul. Het is elke keer onze manier van leven die de terroristen aanvallen. Mannen en vrouwen, gelovigen en ongelovigen, nieuwe en oude Vlamingen. Altijd mensen zoals wij, die samen zijn om te genieten, om te lachen, om te vieren. Het is onze liefde voor het leven zelf die de extremisten haten en die ze kapot willen maken. En daarin zijn ze volledig mislukt. Daarin zullen ze nooit lukken. Want ja, we zijn zwaar op de proef gesteld. En ja, we zijn zwaar geraakt. Maar we drinken nog altijd onze glühwein op de kerstmarkt. Enfin, velen toch. En we staan opnieuw massaal met onze vakantiedromen aan te schuiven, veel te lang, op het vernieuwde Zaventem. En we gaan nog altijd met onze kinderen aankijken en onze kleinkinderen gaan we kijken naar de intrede van de Sint. En we zijn dan kinderlijk gelukkig als we naast de Sint, zoals steeds en zoals vanouds, Zwarte Piet zien opduiken. Vrienden, wij geven onze vrijheden en onze tradities niet op. We hebben respect voor iedereen, maar we zijn niet onnozel. En we laten ons door niemand bang maken. Door niemand. Maar natuurlijk doen we wel wat nodig is. Stap na stap en dag na dag werken onze ministers Jan-Jan Bon en Steven van de Put aan de uitbouw van een echte veiligheidscultuur die onze integriteit en onze vrijheden maximaal beschermt. En zeg nu zelf, als je Jan en Steven ziet, ik zie ze nu niet direct, daar, als je die twee ziet, als je Jan en Steven ziet, dan voelt je vanzelf al wat veiliger. Zeker als je erachter staat. Hè? Achter één veilig, achter twee staat in een donkere, maar nog veiliger. Maar die twee die doen het natuurlijk niet alleen. Onze politiemannen, onze politievrouwen, onze militairen, hun inspanningen zijn above and beyond. The call of duty. En we beseffen heel goed, het afgelopen jaar hebben we veel van hen gevraagd, heel veel. En namens alle aanwezigen hier wil ik daarom een eenvoudige boodschap toesturen aan de politiemensen, ook diegenen die hier vandaag zijn. Dank u wel. Maar niet alleen verdedigen wij onze vrijheid, wij stellen ook grenzen. Figuurlijk en letterlijk. 1595 criminele illegalen zijn in 2016 vanuit een Belgische gevangenis op een vliegtuig richting thuis gezet. Meer dan 4 per dag. En veel van die mensen zijn criminele illegale Marokkanen. En die kunnen we nu veel gemakkelijker identificeren en terugsturen dankzij de inspanningen van Theo en Jan. Niet door te roepen langs de zijlijn, maar door discreet te werken
en uiteindelijk ter plaatse een samenwerkingsakkoord te sluiten met Marokko. Daar is altijd over gesproken, nooit iemand in gelukt. Vandaag is dat een realiteit. Zij hebben dat gedaan. Deze regering regulariseert geen criminelen, zoals vroeger. Wij repatriëren criminelen. Dat is de kracht van verandering. En ja, wij zijn dus hard voor wie misbruik maakt van onze gastvrijheid. Maar wij zijn ook zacht voor de meest kwetsbaren. Wij hebben sinds 2015 al meer dan 2500 Syrische vluchtelingen opgevangen. En we hebben vorig jaar meer dan 1000 humanitaire visa uitgereikt. Meer dan ooit tevoren. En we hebben tientallen christelijke gezinnen uit Aleppo gered. Want voor gezinnen die echt worden bedreigd, laten wij heel graag ons hart spreken. Beste vrienden, 2016 was, met de woorden van de gouverneur van de Nationale Bank, een grand cru jaar voor de arbeidsmarkt. Minister Muiters heeft voor de 16e maand op rij een daling van de werkloosheid aangekondigd. De verandering werkt. Dankzij de taxshift zijn de belastingen voor de werkgevers en de werknemers gedaald. De netto-lonen zijn gestegen en vooral de laagste arbeidsinkomens. De koopkracht is daardoor netto toegenomen en nog nooit waren er zoveel mensen aan de slag als vandaag. Het regeringsbeleid creëerde de zuurstof om voor 2017 een gul loonakkoord te sluiten, waardoor de lonen, de pensioenen en de uitkeringen flink zullen stijgen. En daarbij worden de uitkeringen voor personen met een handicap niet vergeten. Dank u wel, Elke Sleurs. Je zou dan ook een dank u wel verwachten van de vakbonden, maar die hebben we nog niet gehoord. Maar daar doen we het nu ook niet echt voor. En er is nog goed nieuws. 48.000 Vlamingen zijn in 2016 gestart met een eigen zaak. Dat waren er nooit meer. 48.000 Vlamingen met voldoende vertrouwen om hun spaargeld en hun energie te stoppen in hun eigen droom. Met de hoop op succes, maar met het risico dat het niks wordt. Die mensen, die durvers, die moeten wij sterker ondersteunen. Wij weten dat KMO's niet de mogelijkheden hebben om met fiscale spitstechnologie de belastingen naar beneden te krijgen, zoals de multinationals met systemen uitgevonden door de vorige regeringen. En daarom heeft Johan van Overtveld heel hard gewerkt aan een hervorming van de vennootschapsbelasting. Een hervorming gericht op fiscale zekerheid en stabiliteit voor iedereen en op een rechtvaardige fiscaliteit voor onze KMO's. Die hervorming wordt inmiddels inhoudelijk door iedereen toegejuicht. En het is een van onze goede voornemens voor het nieuwe jaar om ze ook te kunnen doorvoeren. We beseffen natuurlijk dat het nog een grote opgave is. Want ondanks de goede economische resultaten blijft de begroting voor de Zweedse coalitie een heel groot zorgenkind. En dat weegt zwaar op de perceptie van het resultaat. Het probleem zit niet aan de inkomstenzijde. Als wij dezelfde belastingsdruk zouden hebben als Nederland, dan zouden de belastingen in dit land 20 miljard kunnen zakken. Wij zijn klaar om besprekingen met onze partners aan te vatten. En wij zijn zeker bereid om tot een akkoord te komen. Maar ons uitgangspunt blijft ongewijzigd. De oplossing ligt niet in meer belastingen. De oplossing ligt in bezuinigen. De Vlaamse regering heeft dat uitgangspunt altijd vooropgesteld. En in Vlaanderen is de begroting daardoor wel in orde. Ondanks de factuur van de zesde staatshervorming en ondanks de gigafactuur
van het vroegere rood-groene energiebeleid. Geert Bourgeois houdt het schip op koers. De Vlaamse regering bestuurt met rustige vastheid. Degelijk en kundig. En Vlaanderen investeert meer dan 500 miljoen extra voor welzijn, wegen, scholen en innovatie. In 2016 hebben wij de hervorming van de kinderbijslag, van de provincies en het onderwijs in de stijgers gezet. Het Vlaams onderwijs is en blijft bij de allerbeste van de wereld. Geef sommigen hun zin en dan zitten binnenkort alle leerlingen allemaal samen tot hun 16 jaar in de richting wiskunde, haartooi, mechanica, moderne talen, Latijn en houtbewerking. En om zeker te zijn van de gelijkheid mag in die klas niemand zijn vinger opsteken. Want stel u dat voor. Stel u dat voor. Ik beklaag de leraars en de leraressen die dan wel echt voor zo'n klas zullen moeten staan. Het bereikte onderwijsakkoord, beste vrienden, is een goed akkoord. Het is een duidelijk akkoord. En ik dank ook onze vice-minister-president Lisbeth Homans voor haar inspanningen bij die heel lange onderhandelingen. Het heeft lang geduurd, maar de N-VA houdt woord. Met ons geen onderwijsavonturen, geen brede eerste graad, geen uitgestelde studiekeuze en geen eenheidsworst waarin ASO, TSO en BSO per se moeten verdwijnen. Wel sturen we bij waar het nodig is met een vermindering van het vele aantal studierichtingen en met gerichte ingrepen om wetenschap, techniek en talenkennis te versterken. Vrienden, die Vlaamse regering die is een baken van stabiliteit in woelige tijden. Wij dromen niet van een economie waar we nog 4 dagen per week moeten werken om zelf verlichte verkeersborden in elkaar te vijzen. Wij dromen niet over sprookjes, over een robottax die de moderne tijd zal tegenhouden. Wij voeren niet voor de schijn nummertjes op tegen internationale vrijhandelsakkoorden om de mensen wijs te maken dat we de globalisering kunnen stoppen. Maar waar men ondertussen wel in de feiten de armoede en de schulden blijft opstapelen. Meneer Magnet, u mag dan de grote held zijn van de linkerzijde en in de media. Die feiten pleiten tegen u. In Vlaanderen is het anders. Nooit was onze export van onze Vlaamse, via onze Vlaamse havens hoger. Nooit waren er zoveel vacatures in Vlaanderen dan vandaag. En dat is geen perceptie. Dat zijn feiten. Dat is het beleid van de regering Bourgeois. Beste vrienden, de wereld is er in 2016 heel anders gaan uitzien dan vroeger. Oude zekerheden lijken weg te vallen. Aan onze buitengrenzen is er instabiliteit en wij weten niet of we nog lang voor onze veiligheid onder de Amerikaanse paraplu kunnen blijven. We zullen het allicht voortaan meer en meer zelf moeten doen. En in die veranderende wereld hollen Europese politici al te vaak achter de feiten aan. Wij hebben geen Europa nodig dat onze liefde wil kopen met gratis treintickets of gratis wifi. Nee, wij hebben een Europa nodig dat zich focust op zijn kerntaken. De interne markt versterken, een gezonde monetaire unie herstellen en de Schengenzone redden door de buitengrenzen te sluiten. Wij willen liefst een einde zien aan de Europese achterkamerpolitiek, waarbij sommige politici zichzelf verkopen of aanmächtig proberen te verkopen aan de hoogst biedende, zoals een Turkse bazaar
of in het geval van sommigen een Italiaanse commedia dell'arte. En daarom dragen wij Helga Stevens voor als voorzitter van het Europees Parlement. Want wij denken dat de enige echte handicap in de politiek een gebrek aan principes is. Al de rest kan je overwinnen. En dat bewijst Helga elke dag. Beste vrienden, in een democratie moet je bezorgdheden van mensen serieus nemen. In plaats van hen af te doen als een beetje oud, wat slecht geïnformeerd of te ruraal. En dat was voor veel commentaarschrijvers en traditionele partijen in heel Europa blijkbaar dé ontdekking van 2016. Niet voor ons. Wie iets heeft opgebouwd door hard te werken, die heeft iets te verliezen. Dat is een volkomen normale, materiële angst. Maar minstens even belangrijk is de culturele angst. Het gevoel dat onze verworvenheden onder druk staan, dat onze waarden worden uitgedaagd, dat onze cultuur geen houvast biedt of niet meer mag bieden. Het kenmerk van de N-VA is altijd geweest om ernstig om te gaan met de materiële en culturele bezorgdheid van mensen. Om sociaal-economisch en in zaken identiteit een verhaal te vertellen dat perspectief biedt en vertrouwen wekt. Wij durven het algemeen belang voorop stellen en wij denken rationeel vooruit. Zelfs als emotionele kreten en verwijten oorverdovend klinken. Ons gelijk komt dikwijls pas achteraf. En een eredoctoraat, dat zit er waarschijnlijk niet in. Maar dat deert ons niet. Dat deert ons niet, omdat wij voor ogen houden wat ons hier allemaal vanavond heeft samengebracht. En dat is de overtuiging om te verdedigen wat ons dierbaar is. Om hier in Vlaanderen elke dag te werken aan vrede, veiligheid, bescherming, welvaart, samenhang en solidariteit. Dat is ons verhaal. Ik ga u bijna laten feesten, maar ik ga toch eerst vragen om dat verhaal ook te vertellen. Overal waar u kan, het komende jaar. Wij zullen zelf de baan moeten opgaan, van deur tot deur, van wijk tot wijk. Maar wel een beetje opletten op de baan en voorzichtig zijn, want Ben Weitz, die ziet u tegenwoordig overal en altijd. Krijgt er nog een applaus voor ook. Ja, oké. Okay. Maar als u dan toch op de baan bent, veilig en wel, praat dan met de Vlamingen. Ga geen gesprek uit de weg, luister naar de bezorgdheden. En zo maken wij van deze partij van de N-VA de volkspartij van ons land, morgen nog sterker dan vandaag. Vrienden, ik begrijp uw opluchtingsapplaus, maar er is nog één kwalijke traditie voor ik hier verdwijn. Onze gast-DJ. Die moet ik u aankondigen. En u kent hem allemaal. Het is onze minister van Veiligheid, Jan Jambon. Jan, kom erbij. Ah, dan. Is het nu Jambon of Jambon? Want er is discussie over. Er is blijkbaar een generatieconflict in de familie, zeg het eens. Het is. Als je mijn vader volgt, is het Jambon. Als je mijn medestudenten volgt, is het Jambon. Kiesbaar.
We zullen voor Jan Boon kiezen. Nu, met Jan had ik natuurlijk wel een bepaalde verwachting, een bepaalde hoop. Ik dacht, bij de Rijkswacht. Ik ben zo gere police van de onvolprezen strangers. Maar Jan heeft een andere keuze gemaakt. Hoe dan ook, hij hoopt dat met zijn platen er veel volk op de dansvloer zal komen. En ik vroeg hem, hoeveel? Zijn antwoord, een significant aantal. We zullen zien.